Sociale media moet niet worden gezien als de vijand van traditionele media, maar kan juist gebruikt worden voor het vergaren van nieuws, is de conclusie die ATV-presentator Harvey Panka trekt in zijn afstudeerthesis. Panka is geslaagd van de Academie voor Hoger Kunst en Cultuuronderwijs, AHKCO, in de richting journalistiek en communicatie en verkreeg de titel van Bachelor of Arts in Journalism. Panka heeft vandaag zijn onderzoek overhandigd aan telesuurdirecteur Mike Antonius, die het op zijn beurt heeft overgedragen aan Carla Boetius, waarnemend hoofd van ATV. Antonius geeft aan dat deze mijlpaal van Panka gezien kan worden als het niet stil blijven zitten. Het zegt heel veel om deze ontwikkeling te zien, dat mensen niet blijven stilstaan bij het succes van het moment, maar dat ze zich blijven ontwikkelen, is één. En als niet alleen een medewerker bij ATV, maar ook nog als voorzitter van de TTWOS, de vakbond van de medewerkers van Telesuur, is dat een bijzonder goed voorbeeld. We staan er onvoldoende bij stil, maar hij had er ook voor kunnen kiezen van, hey, weet je, ik heb een bepaalde ontwikkeling reeds meegemaakt, ik heb een bepaalde levensstandaard. Ik hoef verder niet te werken aan mijn eigen ontwikkeling. Had ook zo gekund. En dat is iets dat we al te vaak zien in onze samenleving. Uit het onderzoek van Panka is gebleken dat ruim 45% van het Surinaams publiek dat nieuwsgericht is, sociale media en nieuwssites gebruiken als bron. Dat wil niet zeggen dat er iets verkeerd aan is, zegt Panka. Volgens Boetius heeft Panka een standaard gezet voor de doorsnee Surinamer en andere journalisten dat niemand te oud is om te studeren. Maar ik denk dat vooral als ATV we meer moeten gaan geloven dat we social media als bron kunnen gebruiken. Ook voor de journalisten is het een manier om aan nieuws te komen, om met journalisten, collega's journalisten, niet alleen in Suriname, maar over de hele wereld te checken wat is nieuw. Weet je, en ik ben blij dat eigenlijk dat pad al is ingezet door ATV. Maar het kan beter. We moeten er meer uit halen. Dat je mee moet gaan met alle ontwikkelingen. Ik heb de academie weliswaar niet afgerond, maar daarnaast heb ik heel veel opleidingen, trainingen, workshops gevolgd. En ik blijf mezelf scholen, ik lees veel, ga op het internet, doe onderzoek en daardoor blijf ik bij. En dat is wat soms wel ontbreekt bij de jonge opkomende journalisten. Ze lezen niet veel, hun algemene ontwikkeling is op een laag pitje, dus dat moeten ze gaan opschroeven, want je moet alles bijbenen. Carla Boetius, waarnemend hoofd van ATV en daarvoor Harvey Panka, presentator bij ATV en bondsvoorzitter van de werknemersorganisatie van Telesuur. Harvey Panka slaagt met een 8 voor zijn thesis.